Hallo allemaal en welkom in een nieuwe Vlogmas. Nou, het is je misschien opgevallen dat gisteren er geen Vlogmas online is gekomen. En de reden daarvan is omdat we een andere hele leuke video wilden plaatsen. Als je die nog niet hebt gezien, check hem zeker eventjes, want je kan iets heel erg leuks winnen. Echt iets heel erg tof zelfs. Larissa en ik zaten met elkaar een beetje te bespreken van het lijkt ons gewoon heel erg leuk om elke dag in december een video online te doen. Maar misschien niet elke dag een vlog, want we doen het nu iets langer dan een week, dit dagelijks vloggen. En het gaat ons eigenlijk best wel goed af. We vinden het heel erg leuk. Maar tegelijkertijd missen we ook wel een beetje de andere soort video's. Ze heeft Larissa nog een shoplog die ze wil opnemen en delen met jullie. Ik heb ook nog wat DIY's in mijn hoofd. Hoewel ik wel weet dat DIY video's gewoon niet echt goed werken op YouTube. Wil ik er wel tijd voor maken om dat op de blog te doen. En ik merk dat door dagelijks vloggen het moeilijker is om aan de blog te werken. Dat vind ik dan ook wel weer zonde. Dus wat we gaan doen is gewoon elke dag een video. En de ene keer is het gewoon een vlog. De andere keer is een vlog die bestaat uit 2 dagen. En dat zijn dan dagen dat we wat drukker zijn. En dus niet zoveel kunnen vloggen. En dan komen er ook nog wel leuke andere video's tussen. Misschien ook nog zelfs een budgettoppers. Want ook die willen we heel graag weer opnemen. En anders wordt het echt een overload. Dan krijg je straks ineens 2-3 video's op 1 dag. En ik denk dat dat echt een beetje too much wordt. Dus ik hoop dat jullie dit ook een leuk idee vinden in ieder geval. Dat sneeuwt als een malle. Waarschijnlijk heeft Larissa dit ook al lang gezien. En dat weet je natuurlijk donders goed, want ik denk dat heel veel scholen ijsvrij hebben gegeven. En ook heel veel mensen die gaan thuiswerken. Ook mijn vriend die heeft vrijgekregen van zijn werk. En Larissa en ik hebben ook besloten om ieder thuis te werken. Want het is gewoon super wit buiten, het sneeuwt al zo gek. En ik vind het eigenlijk best wel leuk. Maar ik weet ook wel dat ik binnen ga blijven de hele dag. Toen Larissa en ik gisteren bij mijn ouders waren, kregen we ook nog een doos met pakjes mee. En ik ga heel eventjes laten zien wat ik heb gekregen, want er zitten wel wat leuke dingen bij. Zo, hier is de doos. Ik heb namelijk hier 2 items van Parfois. En dit is een hele mooie pantalon. Die mocht ik vorige keer uitzoeken op het event. Larissa heeft ook 2 andere dingetjes. En dit glitterpak. Dit is een, dit ziet er nu heel gek uit. Dit is een playsuitje. En die kan je zo ombinden. En hij is gewoon heel erg leuk. Ik ga ze straks even voor je aandoen. Verder hadden we ook nog dit binnengekregen van Milou. Ik ken dit merk niet. En ze zitten 3 sheetmaskertjes in. En eentje is moisturizing, eentje is anti-aging en die andere is bubble foam. Weer bubble foam. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Super bedankt. En nog een klein boxje met wat spulletjes van Essence. Kijken, Be My Highlight Eyeshadow Palette. Ziet er heel mooi uit. En hier zitten allemaal van die shimmerige oogschaduwtjes in. Wat een grappige verpakking is dit. En dan hier nog een mooi kwastje. En een prismatic lipstick topper. En een tasje. Dit is de broek van Parfois. Dat is even de beste manier dat ik hem kan laten zien. Dus dat is gewoon een net broekje. Hij zit best wel lekker. En dit is het glitterpakje van Parfois. En die moet je dan zo... Als het goed is strikken, ik doe het nu even blind zonder spiegel. Dus ik hoop dat ik hem goed dicht doe. Ja, ik vind het wel heel erg grappig. En hij heeft zeg maar echt die glittertjes erin. Dus dat is best wel mooi. Ik vind het effect dat ik net wat mooier als ik mijn haar heb gedaan. En mijn make-up en zo. Maar ik denk dat jullie wel een idee krijgen van hoe die eruit ziet. Ik vind deze echt heel leuk. En in dicht licht kan je de glitters iets meer zien. Dus dan zie je dat hij iets meer zilver is. Ja. Dus dat waren de pakjes. Dan ga ik nu heel eventjes wat administratief werk doen en dergelijke. Heel eventjes een beetje make-up op mijn gezicht. Dan voel ik me iets meer wakker. En dan zie ik jullie zo weer. Dus het leek mij tijd om een beetje kerstsfeer in mijn huis toe te gaan voegen. Dus ik wil zo'n guirlande eigenlijk over de open haard heen doen. En misschien ook een soort van open haard creëren. Omdat ik zeg maar geen boom wil doen dit jaar. Omdat ik gewoon niet super veel ruimte heb. En ik heb het, ja, vorig jaar had ik echt wel een beetje ruimte tekort. Doe ik wel. Ik weet gewoon niet hoe ik dat neerlegt. Nou, met behulp van mijn vriend is de guirlande inmiddels op de haard verschenen. En ik heb er net eventjes wat kerstballen in gehangen. En we willen er ook nog kerstsokken aan hangen. En mijn vriend zei net, laten we ook een klein sokje eraan hangen voor Sylvester. Dat vind ik al heel erg leuk. En dit zijn echt gewoon super goedkope Primark ballen. En deze hebben we een keer gekregen. Dit is een gingerbread man en gingerbread woman. Dus, super leuk. José staat erachter. En voor José wil ik ook nog een klein kerstmannen mutsje. Hallo? Voor jou komt er een kleine sok op te hangen, Sil. Met misschien candies. Dit is een ingezakte sneeuwman. Zo zielig. Zo, ik loop nu heel eventjes naar de Albert Heijn. Om even wat boodschapjes te doen. En ik loop omdat het anders veel te glad is om te fietsen. En ik heb mijn zwarte Timberlands aan. Ze zijn lekker warm en die hebben ook een beetje grip.
Het is echt super mooi buiten. Nou, de boodschappen zijn gedaan. Het begon net helemaal te sneeuwen. Dus nu ben ik heel erg koud en doorweekt. Het is tijd om de kalenders te openen. In die van L'Occitane zit een shower cream. Die ruikt echt super lekker. En dan heb ik ook nog die van Essence natuurlijk. Een Balmy Kiss lip balm. En zoals je ziet zien de lampjes er al super gezellig uit. Want het is nu inmiddels donker binnen. Dus dat is wel echt heel erg sfeervol. Maar ik ben nog niet klaar met hoe ik dit heb versierd. Er komt nog veel meer bij. Kijk nou hoeveel sneeuw. Het is echt zeker wel 20 centimeter denk ik. En het is dus nog steeds aan het sneeuwen. En het is echt gewoon van die perfecte sneeuw om in te sleeën. Heel eventjes in de wijk lopen en dan kijken wat er gebeurt. Kijk, ik heb een super slecht plan. Ik zag op Twitter dat als je je gezicht in het sneeuw duwt en dan een foto maakt met flits, dat je dan... Nou, je ziet je gezicht erin en het is vet creepy. Dus ik ga het nu doen. Ik hoop echt dat het wel waar is, dat ik niet geflasht word. En ik weet nog niet hoeveel spijt ik hiervan ga krijgen. Nu een flitsfoto. Ik kan het zien. Wat, ik had misschien iets minder moeilijk moeten kijken. En een hele blije. Oh, het is koud. Die is ongelukkig. Die is heel erg blij. Zie je het? Oh my god, deze is heel creepy. Check deze. Dat is toch creepy. Oh, dat is best wel vet, hè? Ik denk dat sommige mensen deze buurman niet echt mogen. Precies, met die gigantische sneeuwballen eromheen. En dan hier staat ook nog... Lul. Nou, succes met eruit komen, meneer. Oh, oh. Goedemorgen iedereen, het is vandaag dinsdag 12 december en welkom bij de 12e Vlogmas. Het is 9:10, dus het is niet zo vroeg, maar ik voel me echt super super moe. Ik ben gisteren wel heel vroeg naar bed gegaan, rond 10:00. En ik heb gisteren de hele dag hoofdpijn gehad en ik denk gewoon dat dit is gewoon nog omdat ik echt... Natuurlijk van het weekend veel te weinig had geslapen en dat probeer ik nu in te halen. Ik ga even proberen wakker te worden, maar er is werk aan de winkel vandaag. Ik moet even een video afmaken en ik denk dat het vandaag ook wel leuk is om eventjes naar de intratuin te gaan. Die is bij mij echt om de hoek, dus daar kan ik gewoon naartoe. Gisteren heeft het hier de hele dag, echt waar, de hele dag gesneeuwd. Misschien een paar pauzes van een half uur, maar verder... De hele dag. Maar ik ben net wakker geworden. Ik kijk naar buiten en heel veel is al weg. Kijk, er is weer heel veel bruin te zien. En gisteren was het allemaal wit. Er reden bijna geen auto's hier gisteren. En terwijl dit altijd helemaal vol staat. En aan deze kant is ook gewoon te zien dat het weer prima te doen is buiten. Blauwe lucht. Zon. Oké, dit wordt misschien wel een hele mooie dag. En zoals je dus vast wel hebt gezien, de boom heeft inmiddels lampjes. Deze lampjes zijn eigenlijk bedoeld om zeg maar op de muur te hangen, want het is eigenlijk een soort van rechte lijn. En dan komen er van die strenge lampjes naar beneden. En gisteren heb ik een andere video opgenomen en ik had iets van deze boom heeft iets nodig voor op de achtergrond. Dus had ik gewoon dit ingedaan. En toen vond ik dat het eigenlijk prima kon. Ik heb gewoon zeg maar deze strenge lampjes een beetje zo wel... Hè, een beetje zo gedaan, want anders krijg je echt van die rechte lijn en dat vind ik echt niet mooi. Maar ik heb iets van, nou, op deze manier hoef ik geen nieuwe lampjes te kopen of te lenen. Het scheelt ook weer gelijk wat centjes. En ik vind op zich dat het prima kan. Het is niet de allermooiste kerstboom, maar nog even wat leuke balletjes erbij. En ik denk gewoon dat het een prima kerstboom is en gewoon gezellig. Hij hoeft helemaal niet zo perfect. Goedemorgen, het is vandaag 12 december en het is weer een nieuwe dag van Vlogmas. We hebben deze twee afleveringen dus heel eventjes aan elkaar vastgeplakt, zoals je kunt begrijpen. En gisteravond ben ik na het sneeuwballengevecht helemaal doorwerkt op de bank geëindigd. En toen ben ik een beetje televisie gaan kijken. En nu ben ik weer helemaal fresh en klaar om te gaan naar Larissa toe. Ik ga eerst eventjes langs het postkantoor. En ik ben helemaal ingepakt, omdat het echt nog steeds heel koud is. En er ligt overal sneeuw en
Ik vind het op zich wel cute staan. En het is vooral erg lekker warm. Ik ben echt super blij met deze jas, joh. Dit is de H&M Puffer Jacket. En hij kostte met korting, omdat ik kleding had ingeleverd, maar €34. En hij is echt super warm. Ik heb eigenlijk een soort van ontbeten slash geluncht met mijn avondeten van gisteren. Andijvie stampot met spekjes en een gehaktbal. Was echt heel erg lekker. En ik had er gewoon heel veel zin in om dat ook nog nu te gaan eten eigenlijk. Ik heb even water opgezet. Ik ben even een lekker theetje aan het zetten. En ik wil eigenlijk zo meteen ook nog even de deur uit omdat ik langs de Intratuin wil gaan. Want ik had een keer gelezen dat daar dat het heel leuk aangekleed is. Best wel Christmassy en zo. En misschien dat Tara met me meekomt. Maar ik weet niet helemaal zeker of ze wel of niet kan komen. Want als er nog nog te veel sneeuw op de fietspaden lag, kan het nog heel erg glad zijn. Dus we kijken al eventjes of ze meekomt of niet. En dan dus zijn we gewoon met z'n tweeën. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. En ik heb besloten om toch niet meer naar de Intratuin te fietsen. Omdat ik eigenlijk het hele gedeelte hier in mijn straat en rondom was allemaal ijs. En misschien dat er wel verderop gestrooid is, maar zover kon kijken eigenlijk niet. En ik heb niet zoveel zin om het risico te nemen om uit te glijden, omdat ik afgelopen 2 jaar echt al op mijn plaat ga. Sommige mensen kunnen gewoon heel makkelijk rijden als het nog sneeuw en zo is. Ik ga gewoon geheid op de grond. Ik vind het wel jammer. Ik denk dat Larissa het ook wel jammer vindt dat ik niet meega. Zelf eventjes wat dingetjes gedaan die ik moest doen. En heb even een visje gehaald. Een lekker bekje, want ik heb echt trek. En ik had gewoon ineens spontaan zin in een lekker bekje toen ik het rook. Zo, ik heb deze eventjes warm laten maken. Dus die ga ik nu even opeten. Ik heb echt zoveel zin in. Als het gewoon koud buiten is en dan een lekker warm visje. Voordat ik nu de deur uit ga, ga ik eerst nog eventjes de adventkalenders openen. Want die heb ik nog niet geopend. Ik mag hokje 11 en 12 openmaken. 11 zie ik hier al meteen. Balmy Kiss. Moisturizing Lip Care with Almond Oil. Gaan we nu naar 12. Oeh, dat is leuk. Het is een pincet. Nou, dat is echt altijd super fijn om te hebben. Het zou nog fijner zijn als ik hem eruit zou krijgen. Dus ik heb nu eigenlijk een pincet nodig om het pincet eruit te halen. Ga ik nu verder met de poster adventkalender. Wat is dit? Het is heel arty. Ik vind het wel gaaf. Het is een soort van ballerina, denk ik. En het is een soort van schilder... watercolor-achtige stijl. Ik vind het wel heel erg mooi. Oh, deze is lief. Oh, deze past heel erg goed bij het meisje met de beer en natuur. Kijk, zo lief deze is. Het is een uiltje en hij heeft echt super grote ogen. Ik weet dat Tara heel erg dol is op uiltjes. Die vindt ze echt super lief. Dus deze zal ze wel echt heel schattig vinden. Alright, genoeg gekletst. Ik ga mezelf even goed aankleden. Gaan we lekker gezellig naar buiten. Naar de Intratuin. En ik heb ook 3 vuilniszakken om weg te gooien. Yep, even 3 zakken wegbrengen. Zo. Let's go. Hoppa, hier ligt het helemaal vol met allemaal sneeuw en ijs. Het is ook best wel glad, maar de wegen en waar je kan fietsen, dus hier zo, die zijn allemaal gewoon schoon. Maar het is hier helemaal wit. Ik weet wat je nu denkt, Laris, zijn dat blote enkels? Yes! Maar weet je, ik heb daar eigenlijk bijna nooit last van. Zo, ik ben op dit moment eventjes bezig met een DIY voor op de blog. Alleen, ik mis 1 apparaat waardoor ik hem niet helemaal af kan maken. Maar het wordt wel heel erg leuk en heel erg makkelijk. Dus die kunnen jullie binnenkort verwachten. En ik zie op dit moment dat het is gaan regenen buiten. Dus ik ben eigenlijk best wel blij dat ik binnen ben gebleven. Anders was ik weer zeiknat thuis gekomen. Ik ga nog heel eventjes de kalenders met jullie openen. Die ga ik er heel even bij pakken. Zo, wacht. Ik ga even kijken of ik jullie hoger kan stapelen. 12... Oeh, dit is weer een handcremetje. Ik vind deze echt zo schattig, deze verpakking. En dit is van de Almond Line. Dus die is echt super verzorgend. Echt heel erg lekker deze. Het is inmiddels middag en ik ben wel weer echt toe aan een kop koffie. Ik ben echt moe. Ik heb super slecht geslapen vandaag. Dus ik ga hem heel eventjes maken. En wat ik ga maken is een latte macchiato. Dus ik heb hier de Nespresso melkopschuimer. Het is echt het beste cadeau ever geweest. Dat was een cadeau van vorig jaar kerst trouwens. Hier zit dus melk in en schuim. Het is echt best wel veel, maar het is dan ook eigenlijk een koffie verkeerd. Ik heb nu heel veel zin in. Nou, nu ga ik even mijn koffietje opdrinken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Oh, ik vind dat schuim zo lekker, hè? Ik vind koffie met een schuimlaagje echt het allerbest. Ik heb trouwens nogal dingetjes gehaald bij de Big Bazaar. Totaal niet boeiend, maar ik ga er toch een mini shopblog een paar seconden van maken.
Ten eerste twee houten bezemstelen. Mijn kast, toen ik hierin kwam wonen, is gewoon een ingebouwde kast. En hij is, ik vind hem persoonlijk echt super onhandig. Ik kan er heel weinig in kwijt. Ik heb er zeg maar in één gedeelte één hanggedeelte. En dan eronder zit niks. Geen planken, geen tweede hanggedeelte. Dus wat ik nu ga doen is een tweede paal erin hangen. Zodat ik twee dingen kan ophangen. En dus veel meer kwijt kan. Want nu maak ik allemaal van die stapels kleding. En die vallen dan om en zo. En het werkt gewoon voor gemeten. Dus ik had een houten paal nodig. En zo'n bezemsteel is gewoon maar een euro. Verder nog tape en fietslampjes. Beste shoplog ever. Maar die fietslampjes zijn wel echt heel erg handig. Want het is super donker steeds. Alice. Hallo. Dan was Larissa aan de telefoon. Ze wilde eventjes wat vragen stellen over de DIY die we dus willen gaan plaatsen. En ze stond op dit moment in de intratuin. Dus vandaar. Kijk dan, hoe leuk. Doet me denken aan Harry Potter eigenlijk. Nou, even kijken wat er nog meer is. Het begon net te regenen trouwens. Kijk, zo'n geweldige kleur. Jezus, 80 euro. Sorry hoor. Ik ben een beetje te veel aan het groeien. En ik vind deze planten ook super Christmassy. Die zie je altijd overal liggen. Dat vind ik wel heel erg leuk. En het geeft wat kleur in huis. Dit lijkt er al wat meer op. Ze hebben het helemaal aangekleed en versierd. Volgens mij kan je hier makkelijk een Instagram fotoshoot doen als je wilt. Hier ook allemaal kerstspulletjes. Wat is dit? Zit hier water in of zo? Heel apart. Deze is wel echt super cool. Je kan hem hier aandoen aan de achterkant. Alleen de lampjes doen het niet. Dus kijk hoe schattig. Dit is ook echt super leuk. Allemaal taartjes. Oh, deze is heel zacht zelfs. Deze is echt niet breekbaar. Deze is wel breekbaar. Die is ook heel leuk. Kijk, ik zal hem even pakken. Kijk, zo schattig. Ik heb hier heel veel om naar te kijken. Maar ik zie nog niet zo heel veel in mijn stijl van wat ik eigenlijk wil hebben. Dus ik hou heel erg van die hysterische dingen. Dat vind ik nou heel erg leuk. Maar misschien volgend jaar niet meer. Ook nog glittermacarons. Cute. Zo lekker. Ik krijg er bijna honger van. En moet je dit zien? Het zijn van die kolibries, maar ze hebben echt van die hele mooie kleurtjes. Hier, zie je het goed. Oeh, dit is best wel cool. Het is echt zo'n kerstwinterboom. En ik heb net hier een tijdje gestaan. Hier was ik vroeger altijd helemaal gek op. Kon ik uren naar kijken. Overal zie je wel wat. En zo'n kabelbaantje naar boven vond ik altijd het leukst. Kijk, zo schattig. Kijk dan. Is dit een paard? Allemaal dieren. Hallo. Sheepies. Hey, hallo. Zo schattig. Kijk. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Oh, ik schrik ervan. Oh, deze ziet er heel fluffy uit. Oh, deze daarachter vind ik ook heel lief. Oh, hallo. Happy is toch schattig? Happy is schattig? Waar ga je heen? Nou. Zo, kijk dan. Deze is speciaal voor jou, want ik weet dat je nu hier heel graag bij had willen zijn. Kijk dan. Kijk dan. Oh, die prachtige wimpers, meid. Welke mascara gebruik jij? Zo cute. Mochten jullie je nog afvragen waar Sylvester is, hij ligt hier. Maar hij is bijna niet te zien omdat hij zwart is. Hallo. Hij is heel veel aan het slapen deze dagen omdat het gewoon zo donker is. En hij is gewoon heel erg moe. Het is inmiddels weer avond en ik wilde echt super graag gaan sporten vandaag eigenlijk. Want ik ben echt al een tijdje niet geweest. Maar het is zo koud. Dus ik denk dat ik het nog een dag ga uitstellen. En ik hoop dat ik er dan op een gegeven moment wel aan toe kom. Maar ik moet echt sporten. Maar ik vind het, als het koud is en het sneeuwt, het is glad buiten, dan vind ik dat wel het beste excuus. En ik wil liever ook niet zo laat nog donker of buiten rijden als het zo donker is. Dan heb ik liever dat ik overdag sport. Maar overdag heb ik de laatste dagen gewoon niet echt veel tijd gehad. Hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie nog steeds fanatiek aan het sporten of ook een beetje aan het inzakken? Ik ben eigenlijk een beetje tegen goede voornemens, omdat ik zoiets heb van, die moet je gewoon meteen aanpakken en niet pas vanaf januari. Maar ik denk dat ik dit jaar wel wat goede voornemens voor mezelf ga opstellen. Waaronder dus dat ik vaker moet gaan sporten. Ik was zo lekker bezig, maar op een gegeven moment zakt het gewoon in. En nu is die motivatie weer ver te zoeken. Maar goed, misschien morgen of overmorgen. Ik moet even kijken of het al uit... Nee, overmorgen kan ik trouwens niet. Ik denk dat ik straks avondeten ga maken. Ik zat te denken aan visburgers met tzatziki. Het zal vast wel lekker zijn. Ik heb nog nooit gegeten, maar het klonk wel als een goede combo. Een beetje fris. En ik besefte me ineens dat over 2 weken alweer kerst is. Wow, het gaat echt super snel met de tijd.
Dus wat ik net heb gedaan is alvast eventjes een kerstcadeautje besteld online. En ik heb er, even kijken, ik denk dat ik er nu al 3 heb. Dus ik moet er nog voor mijn ouders in ieder geval hebben. En nog wel wat extra cadeautjes voor de rest. Ja, ik heb nog best wel veel te kopen. Maar ik ga in ieder geval niet dit weekend de stad in. Want ik weet zeker dat het madness wordt. Dat iedereen die beseffing heeft van wow, ik moet nu echt gaan shoppen. Zijn jullie al lekker op tijd? Of gaan jullie het ook allemaal lekker last minute doen? Het is inmiddels avond geworden. En het is pikkendonker buiten. En ik kreeg helaas een bericht dat mijn vriend nog op zijn werk zat. Of in ieder geval, dat zei hij ongeveer 1 uur geleden. Dus ik ga maar eentje maar eventjes eten maken. En ik kwam dit halve zakje tortellini nog tegen. Dus ik dacht, nou ja, dat is dan perfect om nog even een keertje op te gaan maken. En ik heb wat melk en wat kaas. Niet heel veel om echt iets mee te maken. Ik hoop dat het goed komt. Dus dit is weer een poging. Naressa aan de keuken. En we gaan kijken of we er iets van kunnen brouwen. Zo, de pasta. Oh. En ik zie dat de batterij van deze camera bijna leeg is. Dus ik moet deze gaan laden. En dat geeft mij gelijk de mogelijkheid om gewoon lekker rustig dit te gaan maken. En dan zien jullie zo meteen achteraf wel of het is gelukt of niet. Nou jongens, dit is mijn masterwork. Maar niet heus. Ik dacht ik maak even een soort van sausje van boter met knoflook, melk en kaas. Maar ja, het begon een beetje gekke uit te zien en het rook ook zo raar. Toen bleek mijn kaas dus beschimmeld te zijn. Dus die heb ik weer allemaal weggemieterd. En nu heb ik eigenlijk gewoon een soort van melkje met peper en knoflookzout. En die knoflookzout die maakt zoveel goed. Dus nu is het aardig te eten. Ja, sorry, meer kan ik ook weer niet van maken. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden om deze vlog te zien. Nou, het is iets anders. Dus 2 afleveringen in 1. Ik denk dat het ook wel heel erg leuk kan zijn. En op die manier kunnen we dus ook vaker weer andere soort video's tussendoor doen. En op deze manier missen we dus ook geen vlogmas dagen. Dus ik hoop dat dat wel gewoon een beetje leuk was. Als je nog niet hebt meegedaan met de winactie die we dus gisteren online hebben gedaan, ga even naar de video. Kijk even wat je kan winnen. Ga naar de blog, doe ik lekker mee. En er loopt ook nog steeds een winactie van Catrice. Die vind je op onze Instagram account, dus kijk zeker. En we zijn van plan om nog meer dingetjes weg te geven, dus blijf ons zeker eventjes in de gaten houden, want het is tenslotte kerst en we vinden het gewoon heel erg leuk om cadeautje weg te geven. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent en geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende vlogmas. Doei! Tot morgen, doei!